Kirby's huis. Dat is leuk. Ze hebben gewoon mijn huis gebouwd. En nog een nieuw gebouwtje. Nee joh, hou op met me. Een Waddle Dee Cafetaria. Wat leuk. Yo, Nintendo fans. Ik heb net te horen gekregen dat er een nieuw gebouw staat in Waddle Dee Dorp. Dus laten we daar even naartoe gaan. En terwijl we daar naartoe gaan, doe jij even je duimpje omhoog. Want je bent hier nu toch. En vergeet niet te abonneren. Ja, want ja, je bent hier nu toch. Let's go. Ik kan ook een nieuwe superkracht volgens mij ontgrendelen. Maar hier is dus een nieuw gebouwtje. En dit is de Waddle Dee bezorgdienst. En hier kunnen we cadeaucodes invoeren om speciale voorwerpen te verkrijgen. Oh, kijk. En nog een nieuw gebouwtje gelijk. Twee nieuwe gebouwtjes. Helemaal chill. Kirby's huis. Dat is leuk. Ze hebben gewoon mijn huis gebouwd. En nog een nieuw gebouwtje. Nee joh. Hou op met me. Een Waddle Dee Cafetaria. Wat leuk. Nou, laten we eens even kijken wat dit allemaal is, joh. Want we kunnen nu het Waddle Dee Cafetaria zoekt jou spelen. Werk hard om hongerige bewoners te bedienen. Oké. Een soort van overcooked of zo. We kunnen ook nog even een krachtje krijgen. Een nieuwe krachtje. Want in de vorige video heb ik daar de blueprint voor gevonden. Dus laten we dat gewoon even als eerste doen. Want ik ben wel benieuwd. Prikker. Maar waar is prikker dan? We hebben allemaal nieuwe krachten op voorraad. Maar waar is de prikkerkracht? Oh, kijk. Die hebben we bij me. De blauwdruk voor de zooiprikker. Oké, cool. Let's go. Oh, en dat is een upgrade voor de stekelvarken. Aha. Ja, die wil ik gewoon wel upgraden hoor. Even kijken. Moeten we daar naartoe lopen dan nu? Ja, kijk. Die kost 500 muntjes en 2 sterren. Nou, dat gaan we gewoon lekker doen. Dan gaat onze Waddle Dee baas gaat aan de slag voor ons. Lekker bezig, jongen. Heb je geleerd uit Animal Crossing, hè? Kijk. Wat hebben we allemaal op ons hoofd, joh? Een cactus, een schelp, een heel gebouw, een springveer, weet ik veel wat allemaal. Laten we kijken wat we hiermee kunnen doen. Yo, kijk dit. We kunnen gewoon keihard rollen. We hebben al die zooi. Dan worden we gewoon even een hele mega Kirby of zo. En als we dan springen, dan doen we ook damage. Oké, cool. Nou, dit is leuk. Dit is leuk. Die houden we even bij ons. Kirby ziet er gelijk prachtig uit. Oké. Hallo. De cafetaria baas die vraagt of we eventjes hebben. Er is namelijk plek voor een part-time baan. Nou, laat me horen. Ik ben heel benieuwd. We kunnen gewoon lekker hier in het café gaan werken. Oh, daar zijn we. Hallo Waddle Dees. Hallo. Ja, hebben jullie honger jongens? Moeten de bestelling ballon pakken? En dan moeten we de klanten dus tevreden zien te houden. Oké. Ja, dit is echt een beetje overcooked inderdaad. Oké, wat wil je? Jij wil deze? Alsjeblieft. Jij wil deze? Alsjeblieft jongen. En jij wil het flesje. Jij wil het rondje. Tomaatje. Jij wil het flesje. Wat wil jij? Jij wil ook het flesje. Jij wil tomaatje. Ja, dit gaat hartstikke goed, joh. Maar ja, ik heb ook maar 2 keuzes nu. Dus nu is het nog niet zo moeilijk. Straks wordt het waarschijnlijk een stuk moeilijker. Want ik kan me niet voorstellen dat dit het moeilijkste niveau is. Het is gewoon een rondje of een flesje. Meer moeilijker is het niet. Let's go. Jullie hongerige hongerlappen. Oh, dat was hem al? Oh, het is lunchtijd. En rond lunchtijd wordt het blijkbaar een stuk drukker. Dan moeten we even tempo omhoog gaan schroeven. Ja, alsjeblieft, jongen. Hier, geniet ervan. Flesje voor jou. Rondje voor jou. Emmetje voor jou. Flesje voor jou. Emmetje. Ja, emmetje. Jij wil vast het flesje. Jij wil het rondje. Flesje. Oh, flesje. Ja, emmetje. Top. Flesje. Flesje. Dit is wel echt leuk. En we hebben een highscore van 1850. Oh, nee, we hebben zelfs een highscore van 4460. Oh, en hier verdien je ook dus muntjes mee. Oh, dat is nice. Kan je gewoon heel snel lekker muntjes mee verdienen. Oké, maar nu zijn er ook 2 moeilijkere. Laten we gewoon gelijk voor de moeilijkste gaan. Let's go. Oké, wat wil je? Wat wil je? Jij wil een hamburger. Jij wil een auto. En jij wil het emmertje. Dan wil jij zeker het flesje. Nee, jij wil ook een burger. Auto. Ja, goed zo. Kirby burger. Ja, en jij wil het flesje, denk ik. En jij wil de Kirby burger. Een emmertje voor jou. Ja hoor, lekker. Jij wil ook een burger? Jeetje, de burgers zijn wel populair vandaag. Nou, helemaal goed. Helemaal goed. Jullie zijn wel een stelletje ongeduldige apies hoor, moet ik zeggen. Want die tijdsbalk die gaat echt super snel naar beneden. Nu is het lunchtijd, dus nu wordt het alleen nog maar meer chaos. Oké, go. Ik was hier bij de M. Jij wil de burger. Jij wil de M. Jij wil weer de burger. Jij wil ook een burger. Jij wil het flesje. Jij wil de M. Waarom wil niemand de auto? M. Ja, flesje. Ja, auto. Ja, nog auto. Deze. Tomaat. Burger. Flesje. Oké. Ja, maar kijk, deze mensen hebben allemaal een eten gekregen, jongens. Kijk. Ja, 3000. Hoppakee. Geen foutje gemaakt.
24% klanttevredenheid. Zo laag. Hoezo? Ik heb alles goed gedaan. Nou, ik krijg wel lekker veel muntjes. 179 sterrenmuntjes. Is wel leuk om te doen. Maar we gaan toch stoppen. We krijgen een speciaal figuurtje omdat we ze zo goed geholpen hebben. Nou, graag gedaan hoor. Leuk. Oké, door. Hier is de postdienst. De Waddledee bezorgdienst. We moeten codes gaan zoeken. Er zijn er een paar verborgen hier in het dorp. En dan moeten we die invoeren. En dan krijgen we de speciale dingetjes of zo. Oh, kijk. Hier tegenover op de muur staat een code. Oké, laten we eens even kijken. Wat staat hier op de muur dan? Elfilin, zie jij wat? First password. Oké, let's go. First password, let's go. Oh, en dan krijgen we het cadeautje opgestuurd naar mijn huisie. Nou, dan gaan we maar gelijk even naar mijn huisie. Die Waddledees, die hebben echt hun best gedaan, joh. Moet je kijken wat voor dik vet dorp het begint te worden. Wat zit er dan in? Een zak met geld. 100 sterrenmunten. Dank u. Ik heb nu gewoon precies 2500 munten. Dat vind ik best knap. Welkom in mijn huis. In mijn huis vind je een bed. Dan kunnen we lekker slapen. Oh, ja, pas op, Kirby. Oftewel, Elfilin ligt in bed en ik lig ernaast. We hebben hier een vuurtje. Waarschijnlijk als we dan de Charizard powered up hebben, dan kunnen we dat ook aansteken. We hebben hier iets heel moois aan de muur. Namelijk onze herinneringen aan het restaurant. We hebben hier een boek. En wat is dit dan allemaal? Oh, dit zijn oude games. Dit zijn dingen over alle oude games. Kirby Star Allies, die we bijvoorbeeld ook uit hebben gespeeld. Voor de Nintendo Switch, Fighters, Kirby Clash. En hieronder allerlei andere gamepjes van Kirby. Oh, dat is wel grappig. Nou, leuk huisje. Dankjewel, Waddledees, voor het maken van een huis voor mij. Nu gaan we weer even een leveltje spelen. De wildwaterleiding. Go Kirby. Rol ze kapot. Geinige power-up. Kan ik hier naartoe? Ik kan zeker hier naartoe. Oh ja, ik heb al. Ik maak alleen iedereen kapot. Oké, pas op. Rollen. Oh, hier bovenop zit een sterretje. Waarschijnlijk, ja, extra muntjes. Oké, dank u. Ik vind dit wel een beetje een suffe power-up. Dus als er straks een nieuwe power-up komt, dan ga ik die zeker pakken. Alhoewel deze in het water denk ik wel heel nice is. Want dan kan ik gewoon zo, bam, kan ik gewoon al die enemies slopen. Dit is wel lekker. Eigenlijk best wel een goede power-up voor dit stuk van het level. Oh, daar is een Waddledeetje. Ja, die gaan we zeker bevrijden. Door het volgende poortje en de blik sardientjes pakken. En door. Oh, we moeten ook de inhoud van 3 blikjes vis zien te vinden. Nou, we hebben er dus eentje gevonden. Eigenlijk moeten we gewoon alles kapot maken wat hier ligt. Ik ga gewoon lekker door zo. Zou er boven trouwens niks zijn? Hier moet toch wel wat verstopt liggen, jongens. Jawel, hè? Kijk, hier bovenop. Misschien ligt hier ook wel weer een sardientje. Nee? Oké, nou, dan gaan we door. Doei, dag, mazzel. Hoi, mazzel, doei. Trappetje omhoog. Oh, boss battle. Maar ja, met deze power-up, jongen. Ik sloop iedereen. Niemand komt aan mij, joh. Hotse vlots. Hotse kadeetje. Huppakee. Ja, hutta. Toppie. Hoppa. Mbadaboom. Bikki boom boom bam. Blobvisie kapot maken. Mooi duikbril, trouwens. Lekker. Doei. Kistie openmaken. Oh, daar zit een blueprint in. Voor de bommenkracht. Oh, maar de bommenkracht die vind ik ook nice. Dus daar een upgrade voor is ook wel heel chill. Ik heb zo'n gevoel dat ik alle sardienblikjes aan het missen ben nu. Ik denk dat hier boven eentje zit. Wacht, laten we kijken. Oh nee, hier mega muntje, joh. Holy moly. Oké, bom kapot maken. Waar gaat het ding helemaal naartoe? Oh, kijk. Oh, geheime gang. Nice. Oké, wat valt hier te beleven? Oh, we worden weer een speedboot. Dat ziet er toch niet uit. Moeten we nou kiezen welke kant we opgaan de hele tijd of wat? Oh, jemig. Op het laatst moeten we door het midden. Links. Oké, rechts, links, midden. Dat is niet heel moeilijk. Hoppakee. Gewoon een beetje opletten. Dan komt het allemaal helemaal goed. Hier nu door het midden. Bam. Lekker. Bam. Ja, helemaal geen probleem. Ik dacht dat dit lastiger was, maar we konden het gewoon zien. Hierachter ligt iets. Ja, zie je. Komt gewoon pakken. En dan door de volgende deur. Waar gaan we nu weer komen? Oh, we komen uit op een strandje. Ja, dit is er beter, man. Dit is veel gezelliger. Wat gebeurt er als ik op deze knop druk? Er gebeurt niks, maar ik weet wel wat ik moet doen. Ik moet namelijk deze trap, die moet ik even hier neerzetten. Dan blijft namelijk dat dingetje daar open, die poort. Dan kunnen we deze schat oppakken. Easy. Let's go. Oké, maar wat moeten we doen met die trap daar? Blijkbaar heb ik een gouden vis gevonden. Ik heb hem niet eens gezien, maar ik geloof het gewoon. Oh, kunnen we gewoon over het water? Nee, we kunnen niet over het water. Of kunnen we wel over het water, maar moet ik eerst even deze gast kapot maken? Hallo? Doei. Oh, of moet ik eerst even op deze knop drukken? Of moet ik eerst even op die knop hier drukken? Is dit het ding?
Ja, kijk, 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 kijk. Lal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 a. Wie verzint dit, joh? Oh, 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 ik kan dit niet kapot maken nu. Ik heb de superkrachten hiervoor niet. Ik heb ijskracht nodig, denk ik. Zie iemand met ijskracht? Ja, daar. Give me your powers. Oké, kijk, 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 kijk. Zo doen we dit. Oh, blikjes sardientjes. Nu moeten we nog één blikjes met sardientjes zien te vinden. Even hier naartoe. Deze Kirby die kan alleen niet springen, volgens mij. Kunnen we hier wel deze Waddle Dee bevrijden? Maar daarachter is nog een poortje. En daar zit nog een Waddle Dee. Maar daar hebben we waarschijnlijk deze twee. Die moeten we daarvoor indrukken. Oftewel, we hebben gewoon nog een trap nodig. Oh, die staat erachter. Ja, ik zie hem. Die staat erachter. Kijk, 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 kijk. Die kunnen we hier vandaan halen. La 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 la. Het ziet er zo droog uit, dit. Ongelooflijk. Go, Curbs! Bevrijd ook deze Waddle Dee'tje. Ik denk dat hij blij met ons is. Ik ga denk ik even bommenmanskracht absorberen. Dat vind ik gewoon leuk. Let's go. Misschien hebben we die ook nog wel nodig hier. Oh, wat een ziek idee. Oké, super lachen als ze die bommen zo over het water gooien. Dan drijven ze gewoon mee. Dat is wel echt heel handig. Hier moeten we een knopje indrukken. Ja, en dan hier naartoe. Ja, dat dacht ik al. Hier is weer nieuwe stroming. Oh, kijk, blikjes sardientjes. Ja hoor. Oh, die moeten we pakken. Lekker. Top. Hier knopje indrukken. Super. Go, 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 go. Is er nog een knopje? Wat ligt hieronder? Niet zo heel veel bijzonders. What up, Meta Knight? Bam. Het is helemaal geen Meta Knight. Maar ik vind hem gewoon op Meta Knight lijken met dat zwaard. Oh, 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 hier. Eens even kijken hoor. Hier is nog een Waddle Dee. Ik weet nog niet zo goed hoe ik die uit de lucht moet plukken. Maar misschien wijst het zichzelf als ik deze kapot maak. Hoe ga ik die pakken? Oh, daarboven. Ja, ja, kijk, kijk, kijk. We kunnen hier naar boven. En dan deze knop indrukken. Oh, en dan kunnen we er gewoon naartoe lopen. Ja, joh. Ik hoef geen eens te vliegen. Ik dacht nog dat ik moest vliegen, maar dat hoeft niet eens. En dan denk ik dat dit het einde van de level moet zijn. Deze wildwaterbaan. Ja hoor, ik zie hem al. Ik zie het gouden kootje al. Lekker dit zeg. We hebben best wel veel gedaan. We hebben één ding gemist. Win het gevecht zonder in het water te vallen. Blijkbaar zijn we in het water gevallen. Of hebben we heel dat gevecht niet gedaan. I don't know welk gevecht, maar oké. Okay. Gaan we dan nu naar het level van de baas? Ik denk het wel. Volgens mij is dit het laatste level voor de baas. Wildwaterleiding hebben we gefixt. Ja hoor. Ja, 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 ja. Als we 19 mannetjes hebben verzameld, dan moet dit lukken. Gooien ze de poort open? Ze gooien de poort open. Lekker. De tropische terreur. En die baas gaan we verslaan in de volgende aflevering. Als je dat wil zien, blijf die duimpjes omhoog knallen. Minimaal 700 duimpjes. Dat moet wel lukken, toch? En als je dat gedaan hebt, abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende. Mazzel!